CLB Groep, Care for Life and Business, op zoek naar een nieuwe collega, een HR Payroll Officer. Ben je geïnteresseerd in deze job? Kijk zeker verder. Wij zijn eigenlijk vooral op zoek naar iemand die heel enthousiast en gedreven is. Dus mm-hmm. We zoeken iemand in de richting van een bachelor diploma sociaal werk, rechtspraktijk, maar gelijkaardig aan ervaring is ook oké voor ons. Dus met andere woorden, als je tegen ons kunt zeggen van ah, ik heb 5 jaar op een personeelsdienst gewerkt en ik heb zeker mijn schouders gezet onder het verwerken maandelijks van lonen of het bijstaan in de hele loonverwerking van bedienden, van arbeiders. Payroll zijn toch dingen die je leert door te doen, eerder dan al de theorie en dergelijke die je daarbij krijgt. Wij zijn eigenlijk een HR-dienstenbedrijf, een one-stop-shop voor ondernemingen. We hebben meerdere divisies onder ons. Ja. Wij zorgen eigenlijk ervoor dat een klant die start met personeel op 1 plek terecht kan voor zowel zijn arbeidsongevallenverzekering als zijn loonberekeningen als zijn externe dienst. Ja. Kortom, wij zorgen eigenlijk dat alles hier in huis aanwezig is. Ja. Dat varieert een beetje afhankelijk van de periode en de maand. Maar we hebben een open deurprincipe bij ons in de groep. Dus collega's komen regelmatig binnenvallen met vragen rond hun verlof, loopbaanonderbreking of andere dingen. Het is belangrijk dat het tijdsregistratiepakket wordt gehouden, want dat is de basis van onze lonen uiteraard. En we verwelkomen regelmatig ook nieuwe collega's. Ja. Dus on-and-off-boarding is ook een groot onderdeel van het takenpakket. Waar je mee zeker je schouders kunt onderzetten. Iedereen kent iedereen, dus altijd wel iemand blij om je tegen te komen in de gang. We zetten daar ook op in. We hebben regelmatig ons kerstfeest en ons nieuwjaarsfeestje. We doen ook teambuildings. En we hebben ons eigen café in huis. Waar we regelmatig op vrijdag eentje. En we hebben pas een dartstoernooi gehad met een winnaar en een schone beker. En volgend jaar is iemand anders aan de beurt. We hebben nu onszelf en onze groep voorgesteld. We zijn vooral nieuwsgierig naar u. Met andere woorden, wil je mij en mijn collega Ines beter leren kennen? Of wat meer willen weten over CLB Groep, laat dan snel iets weten. Dus tot gauw!